Ik ben Miron van Damme. Ik ben een postdoc bij de TU Delft. En hier doe ik onderzoek naar brestinitiatie en brestgroei in dijken. Hiervoor ben ik ook gepromoveerd op de brestgroei in dijken. Dat was met name in Engeland, waar de dijken waar het toch best wel een probleem is om goed te kunnen voorspellen van ja, wat voor gebied krijg je nou door een dijk heen, mocht het echt misgaan. Als onderdeel van het STW-project Safe Levy zijn we ook gaan kijken naar wat voor kennis is er nu eigenlijk al voorhanden op het gebied van dijken en hoeveel proeven zijn eigenlijk al gedaan. Al die kennis zijn we nu aan het verzamelen in een International Levy Performance Database. Hier kijken we naar dijken die echt gefaald zijn, maar ook dijken die volgens de theorie zouden moeten falen, maar die eigenlijk gewoon zijn blijven staan. En al die datasets proberen wij zeg maar te vangen in één database. Hier zit bijvoorbeeld ook de data in van het Zwin-experiment dat is uitgevoerd in 1994, geloof ik. En als we dat dan we hebben nu zo'n 400 gevallen zitten in de database. En als we daarna een beetje naar gaan kijken, naar die nummertjes, staat er dat er in 142 van de 400 gevallen de dijken zijn gefaald door erosie van het dijklichaam. Jammer genoeg zijn een heleboel van die casussen ook gewoon via datasets, papers, ook weer hierin terechtgekomen. En externe erosie, dat is best wel een breed begrip, zijn we achtergekomen. Want is er nou externe erosie waarvan je nog een intacte dijk hebt, waardoor erosie ontstaat, overloop of overslag? Of is het nou dat erosie geïnitieerd is door een ander mechanisme, zoals macrostabiliteit, en daarna erosie heeft plaatsgevonden? Daar kan ik niet heel veel over vertellen. De gegevens missen daar gewoon over. Maar het geeft wel aan dat het echte falen van een dijk en het brestgroei toch wel gedomineerd wordt door erosie. En als we dan kijken naar de stadia van dijkfalen, dan hebben we meerdere stadia die optreden. Je hebt de brestinitiatie, wanneer faalt dan de grasmat, hoe gaat het nou eigenlijk? Wanneer faalt de deklaag? Op een gegeven moment is die deklaag gefaald, dan gaat die dijk eroderen. En op een gegeven moment dat erosieproces gaat door de dijk heen. Maar we zitten dan eigenlijk aan deze kant, de pointer werkt niet op het scherm, we zitten dan eigenlijk aan deze kant van de streep. Dus hier zie je dat de debieten eigenlijk nog vrij klein zijn. Dus als beheerder zou je zeggen, nou, hier maak ik me niet zo zorgen om. Dit deel wil je eigenlijk voorkomen. Want hier dan heb je eigenlijk een volledige bres is hier ontstaan. En hier heb je echt een grote hoeveelheid schade die ontstaat. En dat moeten we zien te voorkomen. Gek genoeg wordt het meeste onderzoek op brestgroei uitgevoerd op het bepalen van wat is nou dat piekgebied, hoe groot wordt dat? En hoe lang duurt het eigenlijk voordat we het piekgebied bereiken? Maar een ook heel interessante vraag zal zijn, hoe lang duurt het eigenlijk voordat een brest initieert? Dus er zijn ook, zolang een brest niet initieert, heb je bijna of heel weinig hoeveelheid debiet dat eigenlijk door je dijk heen gaat of over je dijk heen loopt. Anderen hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar wat zijn nou de effecten van het toepassen van drainage in je dijk. Hoe kunnen we daarmee het optreden van dat piekdebiet uitstellen? En hier blijkt, er is onderzoek gedaan in Ottawa, Canada. Het blijkt als je nou een drainage toepast in het teen van de dijk, dan kan je het optreden van het piekgebied al bij een factor 2 bijna uitstellen. Dus het duurt al twee keer zo lang door gewoon een teen erin toe te passen. Waarom? We zijn er nog niet helemaal over uit waarom het geval is. Het heeft iets te maken met infiltratie-effecten. Om dat goed te modelleren, de modellen kunnen dat nog niet aan. Dan iets over brestinitiatie. Zijn de dijken eigenlijk al overloopbestendig? We hebben toen samen met Patrick Peters overloop en overslagproeven uitgevoerd bij Wijmeers in België. En er bleek toch uit, die dijken die zijn niet echt kapot te krijgen nog. In Duitsland zijn proeven uitgevoerd waarbij ze zo 550 liter per meter per seconde over een dijk laten stromen. Gewoon puur gras. Ze kregen niet kapot. Ik denk, moeten we dan eigenlijk nog wel versterkingsmaatregelen toepassen op onze dijken? Of volstaat eigenlijk gewoon een dijk met een mooie bloemrijke grasmat? Of volstaat dat ook al? Waar is het eigenlijk voor nodig?
Maar willen we dat echt gaan doen en gaan toetsen? Ja. Hoe zit het dan eigenlijk? Dit is nog een plaatje van Vijmeers, waar we 160 liter per meter per seconde over een dijk met een niet, ja, misschien mag ik dat zeggen, niet al te goede grasmat hebben laten lopen. En dat ging. Ja, en dat. Maar ja, die dijk ging toch ook niet kapot. Dus ja, de beheerder heeft toch niet te veel geld uitgegeven aan beheer. En toch maar voldoende geweest, zou ik maar zeggen. Dus ja, maar dan op een gegeven moment ook van ja. In vaak veel gevallen neem je toch iets aan van als je een theorie gaat bedenken van ja, we nemen een hypothetische dijk, een zandkern, kleilaag. Maar ja, in de werkelijkheid, ja, je ziet het toch wel eens een keer dat een konijn zich gaat vestigen in een dijk of mollengangen zie je ontstaan. Wat zijn nou de effecten van die mollengangen en die konijnengangen? Wat zorgt dat voor de doorlatendheid? En krijg je hierdoor bijvoorbeeld dat water hier naar binnen gaat stromen, waardoor je overdruk krijgt op je kleilaag? Wat voor andere faalmechanismen kan je krijgen? Hoe hangen die faalmechanismen samen? Dat zijn allemaal vragen die interesse zouden hebben voor in ieder geval de wetenschap. Ik ben ook benieuwd naar jullie mening hierover. Dus de noden voor grootschalige BRES-initiatieproeven. Dus, ja, wat zijn nou de tijdsafhankelijke effecten voor interne en externe belastingen die daar krijgt te verduren? Hoe veranderen die belastingen met de tijd? En hoe hangt dat tijdaspect samen met de duur van een belasting? Als je inderdaad van een hoogwatergolf van 5 uur lang, ja, dan kan je misschien meer uitgaan van de sterkte van een dijk dan wanneer je een belasting hebt die 3 weken duurt. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de effecten van graverijen op de overloopbestendigheid van dijken? Kijk, we hebben al die soms ratten, konijnen, die graven allemaal gangen in onze dijken. Ja, hoe erg is dat eigenlijk en wat zijn de effecten daarvan? En als we dan moeten gaan rekenen met een bepaalde sterkte, moeten we dan wel of niet rekening houden met die beesten die erin zitten? En hoeveel dan? Wat is het effect daarvan? En wat is daardoor ook de invloed van het beheer? Hoe belangrijk is het dat er heel goed beheer wordt uitgevoerd op de grasmat en wat voor beheer op de grasmat? En ook als we overloopproeven uitvoeren en we laten zien bijvoorbeeld, kijk, die dijk kan echt veel meer aan dan we nu rekening mee houden, dan wekt het ook vertrouwen bij de beheerder. En daarmee wil ik ook even terugkomen naar het volgende puntje. Vertrouwen bij de beheerder. Op een gegeven moment heb je een dijk die is aan het overlopen. Op een gegeven moment denk je, ja, wordt het toch een beetje angstig, lijkt me, als dijkbeheerder. Van, moeten we niet iets gaan doen? En zo ja, wat moeten we gaan doen? Moeten we een BRES-diverner toepassen? Wat is de effectiviteit hiervan? Maar ook, stel, we hebben een heleboel bij de TU Delft voor noodmaatregelen ontwikkeld. En hier kan je denken alternatieven voor zandzakken, die je eigenlijk op een dijk legt om een dijk te verhogen. Sommige mensen komen aan, zeggen ja, ik heb een soort strook waar ik zand in kan laten lopen. En als er dan hoog water is, leg ik die strook op mijn dijk neer en dan rijd ik met de vrachtwagen langs en dan vul ik gewoon die strook. En als je dan vraagt, ja, maar als een dijk hoog water en de hele dijk is verzadigd, volgens mij moet je dan niet met de vrachtwagen overheen rijden, want dan gaat die hele dijk onderuit. Dus ja, hoe zit het dan met noodmaatregelen? Moeten we nou juist wel of geen noodmaatregelen toepassen? Hoeveel kan een dijk nu aan? Het zijn allemaal van die vragen die zo bovenkomen als ik over dit onderwerp nadenk. En dus ook, ja, moeten we dat dan eens een keer gaan oefenen en proeven? Dus hoe gaan we dan die noodmaatregelen plaatsen? En wat voor noodmaatregelen zijn makkelijker te plaatsen dan andere? En wat gebeurt er met de waterspanning in een dijk als we inderdaad een noodmaatregel toepassen? Neemt de faalkant van die dijk daardoor toe of juist af? En hoe beïnvloedt dus dit de gehele faalkans van zo'n dijk? En dan, ja, als het dan echt misgaat, ja, dan moeten we kijken van, ja, wat gebeurt er nou in zo'n dijk? Vaak denk ik van, je krijgt erosie, maar kan dat erosie ook leiden tot een ander faalmechanisme? Hoe hangen faalmechanismes van elkaar af? Hier zien jullie een proefje. Dit is eigenlijk een koffertje gevuld met water en normaal gesproken zit er onderin een zandbed. En wat we dan doen, is we zetten het koffertje verticaal. Dus dit is dat. Ik zal even het filmpje opnieuw opstarten. Hier zien jullie dat zandbed, dat dan verticaal komt te staan. En normaal kan je zeggen, een verticaal zandbed, dat gaat onderuit, dat schuift onderuit. Geotechnisch falen. Maar het faalt helemaal niet geotechnisch. Je ziet gewoon dat het heel langzaam erodeert. En erosie blijft het dominante faalmechanisme.
Dus betekent dat als een dijk faalt door erosie, dat we dan kunnen zeggen, oké, geotechnisch falen, die faalkans kunnen we op nul stellen? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe verhouden de tijdschalen van erosie zich met die van macrostabiliteit? Hoe zijn de processen gecorreleerd? Kunnen we daardoor onze dijken beter gaan ontwerpen? En de faalkans omlaag krijgen en beter specificeren? Dus ook hier nood voor grootschalige proeven. Gedetailleerde datasets, ja, die zijn gewoon nodig om inzichten te krijgen in de faalinitiatieprocessen. En ook niet alleen initiatieprocessen, maar ook van bresformatieprocessen. Ook, zo krijgen we ook inzicht hoe hangen faalmechanismen dan samen met elkaar. En het faalproces, ja, onder hoge stroomsnelheden, als je dan erosie krijgt. Wat eigenlijk vaak is gebleken, dat die hele proces onder hoge stroomsnelheden niet zijn te schalen naar kleine proefjes. Dus je kan in het lab wel een proefje doen met een dijk, maar een stroomsnelheid van 0,1 meter per seconde geeft een totaal andere, gaat volgens andere principes dan bij hoge stroomsnelheden. Dus als we niet kunnen schalen, ja, moeten we dan ook niet iets op grote schaal gaan toepassen. Ook daarvoor zal ik zeggen, laten we dit ook meenemen in die mooie grote proeven. Dus dit is ongeveer het verhaal dat ik jullie te vertellen heb. Dit zijn puur een aantal ideeën die ik aan jullie wilde vertellen over wat zouden we hier kunnen gaan doen. En ik denk dat we allebei wel erg benieuwd zijn naar wat zijn jullie meningen over. Zien jullie een aantal noden, dingen die we kunnen beproeven in deze polder? Ja, nou dat is een mooie opening voor een vraag. En dan gaan we eerst eventjes naar de vraag stellen achterin.